Goedemiddag, het is 5:00. Ik ben nog. Het is vandaag 22 december en ik ben live vanuit Serious Request 2016 in Breda. DJ Frank en Domijn zitten sinds zondagavond in het glazenhuis. Ze zitten hier tot 24 december zonder eten. Ze doen dit allemaal om aandacht te vragen voor slachtoffers van longontsteking. Elk jaar sterven er meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandelingen en goed informatie. En het Rode Kruis helpt daarbij. Veel mensen bezoeken de grote markt in Breda om geld te geven en de DJ's te steunen. Zelfs heb ik 10 euro gedoneerd om dit nieuwe nieuws op te nemen. Want ik sta achter de slogan laat ze niet stikken. Dit was het nieuws van nieuws op 3.